Hier moet het morgen voor Ajax gaan gebeuren. De Allianz Arena, de thuishaven van Bayern München. Een Bayern München in crisis, zo je wil. 1 punt uit de laatste 2 wedstrijden. Toch wil Arjen Robben van dat crisiswoord niks weten. Iedereen mag het zo interpreteren zoals hij wil. En ik denk dat wij het belangrijkste voor ons is dat we morgen een goede reactie moeten tonen. En dat is het mooie aan de voetbalwereld, vind ik. Als je even, een week geleden, volgens mij Thomas Müller had het ook al gezegd, een week geleden waren we onverslaanbaar en niemand kon van ons winnen. En 2 wedstrijden in 3 dagen waarin je gelijk speelt en verliest. En dan is het ineens helemaal 180 graden gedraaid. Dus ik loop iets te lang mee om daarin mee te gaan. Bayern is topfavoriet. En dat is duidelijk in de groep, dat hebben we ook al gezegd. En dat zijn ze nog steeds, ook als ze 2 mindere resultaten hebben, zijn ze misschien nog wel gevaarlijker in zo'n situatie. Aan de andere kant kan het ook weer een kans zijn. Maar ik ken de mentaliteit hier een beetje. Als er druk wordt opgevoerd, dan kan dit team juist kunnen ze tot grote hoogte stijgen. Aan de andere kant, zoals gezegd, die druk die kan dan ook juist de andere kant op werken. Goed, geen crisis dus volgens Robben. Maar wat denkt Robben eigenlijk van de kansen van Ajax in de Champions League? Ajax heeft de eerste wedstrijd gewonnen, ook overtuigend gewonnen. Dus ze hebben denk ik ook kans om te overwinteren. En je ziet gewoon weer nieuwe jongens opstaan, nieuwe talenten. En dat is alleen maar super om te zien. Matthijs en Donny heb ik zelf mee mogen maken nog bij het Nederlands elftal. En die zijn vooral, wat me daar opgevallen is, mentaal stabiel. En ik denk dat dat helemaal in het huidige voetbal, dat dat wel een hele belangrijke factor is. Want je hebt zoveel talenten, zie je altijd overal komen en opstaan. Alleen dan is het een kwestie van dat je mentaal daar ook klaar voor bent. En dat je dan ook je doorontwikkelt en ook de juiste keuzes maakt. Ook in het verder verloop van je loopbaan, ook waar je heen gaat. Ga je naar het buitenland, blijf je nog? Nou. Mentaal zit het dus wel goed met de talenten van Ajax. Fysiek is het een iets ander verhaal. Frenkie de Jong miste de wedstrijd tegen Fortuna door een blessure. En vooraf aan de training had Erik ten Hag nog deze woorden gesproken. Frenkie die is mee, maar dat is wel een vraagteken. En die zal zometeen apart trainen van de groep. Maakt progressie, dat is ook de reden dat hij mee is. Progressie gaat ook goed, voortvarend. Maar of dat snel genoeg gaat voor morgenavond zullen we moeten bekijken. Maar tijdens de training hier in de Allianz Arena lijkt het er toch op dat Frenkie de Jong niet gaat starten morgen. Hij trainde, zoals de nacht natuurlijk al aangaf, apart van de groep. Maar ging ook veel eerder naar binnen. Dus de kans dat hij morgen aan de aftrap verschijnt is zeer klein.